Jij gaat een lievelingsstuk van je laten zien. Waar hebben we het dan over? Nou, dan hebben we het over dit boek. Het is het dagboek van Hendrik Brouwer. Dat is een wijnkoper. Eind 18e eeuw geboren en in de 19e eeuw overleden. En dat is een schitterend boek. Ik zie al gelijk een hele mooie print hier. Ja, hij heeft heel veel tekeningen in dat boek heeft hij zelf gemaakt. En dat zijn bijvoorbeeld, vroeger had je natuurlijk nog niet geen fotografie. Dus je moest, als je iemand in herinnering wilde hebben, dan moest je natuurlijk tekenen. En hij heeft prachtige tekeningen gemaakt hier in zijn dagboek en in zijn genealogie. Want hier staat het ook, genealogie van de familie van Brouwer. En hij heeft van zichzelf en van zijn vrouw heeft hij allerlei genealogische gegevens opgezocht. En die heeft hij ook heel mooi vormgegeven in allerlei verschillende stambomen. Een heel mooi handschrift. Welk jaar was het nu, zei je? Het is begonnen in 1802, dit boek. Oké. Okay. En hij beschrijft zijn eigen geboorte, dat is dan wel weer grappig. Maar, dat herinnerde hij zich nog goed. Dat herinnerde hij zich prima. Dit is, hier is hij naar genoemd. Dit is Hendrik Brouwer, dat is zijn opa. Oké. Okay. En dan hebben we nog een mooie afbeelding van zijn oma, Clara Gijzen. En die heeft nog van die prachtige labadissen aan, zie je dat? Labadissen? Labadissen, dat is genoemd naar een dominee, de Labadie. En die vond dat vrouwen niet met blote armen in de kerk mochten zitten. Ah. En toen hebben ze van die, in het Zeeuws Museum hebben ze deze nog, die kun je ze nog bekijken. En ja, die moesten ze dan zo over hun blote onderarmen aanschuiven. Labadissen? Labadissen, ja. Nou, hier begint hij dan zijn dagboek en hij begint met het in ondertrouw opnemen van zijn opa en zijn oma en zijn grootouders. Want ja, daar komt hij natuurlijk het voort. Hè. Zijn vader komt er vandaan en daarna komt hij. En dan heeft hij prachtige stambomen gemaakt. Dat heeft van echt allerlei verschillende families. Het is toch wel echt een werkje geweest om dit allemaal zo. Ja. Hij zal het waarschijnlijk deels overdag, maar ook 's avonds bij het kaarslicht hebben gedaan. En dan zie je dat er steeds een verschil is tussen de vorm en de kleur. Maar de vorm is het belangrijkste. Als je zo'n schildje hebt, hè, zo'n schild wat je ook normaal vasthoudt als je gaat vechten voor je. Ja. Dat is dan van de man. En een ovale schildje is altijd van de vrouw. Ja. Dus zo kun je dat terugvinden. Oh, dat gaat op een paar pagina's verder, zie ik. Ja. Ja, het is een heel dik boek. En je kunt er ook... hier staat bijvoorbeeld... donderdag ben ik Hendrik Brouwer, juist op mijn 24e verjaardag, voor de edele achtbare heren bewindhebberen van de Oost-Indische Compagnie Zeeland aangesteld tot kassier. Nou, dat soort zaken. En hij doet ook van die hele kleine plaatjes erboven. Precies, hè? Hier zie je dan iets van scheepvaart. Ja, dat lijkt me bijna wel de punt. Of, ja, dat zou zomaar kunnen. Het is een beetje hoog huis, maar het zou een beetje de punt kunnen zijn. Maar, ja, dat luistert natuurlijk niet zo wel. Ja, hier gaat hij naar begrafenissen. En hier is hij leuk bezig met allerlei kunstdingen. Maar hij schrijft, we weten heel veel over die tijd. Onder andere over een aantal dagboeken, uit een aantal dagboeken. En dat is dit dagboek, maar het is ook het dagboek van Hendrik, van Jacob Hendrik Schorer. En dat is dit dagboek. Hij heeft er meerdere geschreven. En Schorer was een Middelburgse burgemeester ooit. Precies, dat is hij. En, die was burgemeester in welk jaar? Wat is dat? Wat onder? Hij was lid van stadsbestuur. Op een gegeven moment is hij burgemeester geworden. En hij was ook de allereerste gouverneur des konings in Zeeland. Ah, dat is hetzelfde als de commissaris van de koning. Precies. Ja. Oh, even klappen. Ja, we gaan even klappen. Maar hij heeft uitgebreide dagboeken bijgehouden. En daar schrijft hij zeer smakelijk in wat hij allemaal heeft beleefd. Onder andere toen hij Napoleon een keer moest ontvangen in 1810. Hij zat in het stadhuis te vergaderen. Toen kwamen ze hem zeggen van Napoleon komt er al aan. Hij wist natuurlijk dat hij zou komen, maar nog niet zo vroeg. En hij was een beetje ontstemd, want het was nog hartstikke druk. Hij wou helemaal nog niet naar het Groene Woud, want daar zouden ze hem gaan opwachten. Oh, daar heb ik wel iets over gelezen. Dat ja. Ja, precies. En hij schrijft dan ook van nou,
dat hij daar naartoe ging met de sleutels van de stad. Want als je als een heerser komt, dan hoor je hem zo symbolisch de sleutels van de stad aan te bieden. Dus hij staat daar en hij wacht en hij wacht en hij wacht en hij wacht totdat hij een ons weegt. En uiteindelijk komt er iemand aan te paard en die zegt van Napoleon komt eraan, even wachten. Dus hij wacht nog een tijd en op een gegeven moment komt daar iemand aanrijden op een paard. Prachtig met zo'n steek en met helemaal vol behangen met medailles. En die denkt, aha, dat is Napoleon. Want hij wist eigenlijk niet goed hoe die Napoleon eruit zag. En hij wist niet dat Napoleon eigenlijk altijd heel eenvoudig gekleed was. Dus hij zag hem voor Napoleon aan. Hè? Hij stapte er al naartoe om hem welkom te heten als Napoleon. En er wordt net op tijd wordt hij teruggeroepen van, nee, dit is Napoleon niet. Dit is iemand die de komst van Napoleon komt aankondigen. En even later komt inderdaad Napoleon aan, heel eenvoudig. Eenvoudig kloffie. Ja. Eenvoudig kloffie, inderdaad. Hij moet dan Napoleon gaan begroeten. Dus hij gaat daar naartoe en zegt, sire, ik kom u begroeten. En Napoleon kijkt zo naar beneden van, wie is u? Allemaal in het Frans, ga ik nu niet doen natuurlijk. Sire. sire, ik ben... Schorer, burgemeester van de stad, en ik kom u hier de sleutels van de stad aanbieden. En Napoleon wordt zeer ontstemd en hij zegt, de burgemeester van Middelburg is een schurk. Hij heeft de stad aan de Engelsen overgegeven in 1809. Hij dient zwaar gestraft te worden. En hij geeft zijn paard de sporen en hij rijdt spoorslags door naar de abdij waar hij gelogeerd was. Nou, stupefait schrijft hij ook, hè, dat hij in zijn dagboek dat hij stupefait is en dat hij zich enorm geschoffeerd voelde, want iedereen stond daar omheen. En het was ook niet waar, want hij had helemaal niet de Engelsen welkom geheten. Hij is overigens, want hij was een hele dappere man, hij heeft de hele nacht zitten schrijven aan een stuk. Hij heeft 's morgens een belet aangevraagd bij Napoleon om zijn verhaal te kunnen gaan doen. En dat heeft hij gedaan en Napoleon was in een goede bui, hij zat lekker aan het ontbijt. En Schorer heeft zijn verhaal gedaan en uiteindelijk heeft hij, Napoleon heeft hem geloofd en hij is weer helemaal in ere hersteld. En het leuke van Schorer is dat hij hier in het Zeeuws Archief in het Oude van het Perrenhuis woonde. Ah. Samen met zijn vrouw en met hun 9 kinderen. Dus die connectie is er ook al en we vinden het heel erg leuk dat we dan deze dagboek hebben. Zijn hier ook dingen digitaal van te bekijken of is het alleen in het archief? Want er is waarschijnlijk maar één exemplaar van dit dagboek. Of? Ja, er is maar één exemplaar van dit dagboek. Het ziet er nog wel puntgaaf uit. Ja, het ziet er echt schitterend uit. Maar is het... Het is helemaal digitaal te bekijken in de tentoonstelling. We hebben een hele mooie presentatie ervan gemaakt. Maar je kunt het ook gewoon op de website. Als je gaat naar het inventaris Brouwer en je kijkt bij inventaris nummer 1. Dan kun je dat hele dagboek kun je doorbladeren. Dat geldt ook voor het dagboek van Schorer. En is het in de taal die we allemaal kunnen lezen? Of is, want ik zie pijnlijk ja. Het is niet dat je dit moet, hoe heet het ook weer? Transcriberen. Nee, precies. Dat is niet nodig in dit geval. Je moet wel een beetje redelijk kunnen lezen natuurlijk, maar het is echt heel erg goed te lezen. Het is een prachtig handje. Plus dat er ook een deel van verschenen is. Ah. In een klein boekje, geschreven door Peter Seinke ooit. En die Journaal van een wijnkoop. Ja, het is een beetje donker, maar Journaal van een wijnkoop. Okay. Die heeft de smeuïgste stukken heeft die getranscribeerd, dus eigenlijk vertaald in zodat je het goed kunt lezen. Dus voor degene die, waarvoor dit een beetje te veel is, die kunnen altijd nog het kleine. Het is overigens uitverkocht, maar je kan het vast antiquarisch nog of krijgen. Bij de bibliotheek lenen waarschijnlijk. Ja. En misschien kunnen we nog even afsluiten met een plaatje van dit mooie boek, want dat heeft hij ook nog gedaan. Hij heeft namelijk een van de eerste encyclopedieën geschreven. Olipoderigo van singuliere en interessante aantekeningen. Hij heeft er ook een prachtig alfabetisch ding van gemaakt. Oh, nou zeg. Allerlei zaken, Roomsgezinde, Rekenkamer van Zeeland. Mooi zo. Bloed. Het oude pesthuis. Hij schrijft ook over bloed en wat dat dan is. Hè? Allemaal bolletjes die door je lichaam gaan en zo. Ja. Dus alle de kennis die er toen was, heeft hij in dit Olipodrigo opgeschreven. En wat dat moeilijke woord, wat betekent dat? Een verzameling van allerlei begrippen en onderwerpen. Oké, nou super interessant.
Het is een boeiend mens. Dat is het ja, zeker, ja. Absoluut. Nou, hartelijk dank voor je toelichting en graag gedaan. Tot de volgende. Het licht gaat ook uit. Het licht gaat uit. Ja, we zijn klaar.